Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ik denk dat het best wel een rommeltje is op het moment. De beelden van de laatste twee weken die ik heb gezien, geeft echt wel weer dat het eigenlijk steeds erger wordt op het moment. Ook door de regen en de slechte opvang. Ik vind dat elk mens in zijn leven een toegestoken hand verdient. En daarom ben ik meegegaan. Complete chaos. We hebben de foto's gezien van de afgelopen week waarin de situatie verergerd is. Regen, wind, natte kleding. Zieke kinderen. Dus ja, we verwachten wel het ergste, zeg maar. En ik heb een beetje het gevoel dat wij nu ook net zo blanco erin gaan, zeg maar, als de vluchtelingen zelf. Maar dat wij het, zeg maar, een stuk luxer hebben. Volgens mij heeft iedereen er best wel veel zin in de zin van om gewoon zoveel mogelijk tijd te besteden om bij kampen te helpen, aan zee te helpen, pakketten maken en die daar uit te delen. Dus ik vond het programma wat ik had gezien ook wel best wel goed. Ik dacht, oh ja, volgens mij komt het wel goed. Ja, Matthijs, we hebben 3 uur gewacht op het vliegveld. We zitten nu in het vliegtuig. Spannend? Ja, vliegen is wel heel spannend, hè? Je komt nu wel heel dichtbij dan, hè? Ja, het gaat nu echt gebeuren, hè? Ja, ik heb er wel zin in. Jij hebt er ook zin in? Ja, ik heb er wel een tijdje naartoe geleefd ook. Jij gaat alles filmen? Ja, ik ga jou filmen. Je gaat mij filmen? Ja. It's been years since we carved our names on a clock tower door before everything changed. We were big-eyed boys with the salt on our skin, and we'd throw our kites to the wind, and they fly on and on and on and on, on and on and on and on, on and on. Aan de ene kant zie ik het tegenop. Ik denk van, oh, al dat lijden, al die moeilijkheden. En aan de andere kant denk ik van, nou yes. Hè, we gaan helpen, we gaan er wat aan doen, proberen. Dus ja, een beetje dubbel. Je komt hier aan en het lijkt alsof je op vakantie bent. Maar we zijn hier natuurlijk met een heel ander doel. We gaan vluchtelingen helpen aan hun eerste levensbehoeften. En ja, het is heel dubbel allemaal. We zijn nu alles aan het sorteren en onze koffers ten eerste aan het leeghalen. Dus de 50 kilo die we per persoon hebben meegenomen, die zijn we nu eigenlijk aan het uitsorteren. En dan gaan we straks door middel van onze 4 teams die we net hebben samengesteld, gaan we kijken hoe we alles gaan verdelen in die 6 dagen. Ja, het is hier behoorlijk gevliegen hier, hè? Ja, klopt. Ja, we zijn alles aan het sorteren. Daar hebben we de kinderkleding, daar is het medische gedeelte. Hier is sociale hygiëne, daar de kleding en daar de schoenen en daar de winterkleding. Iedereen heeft 50 kilo meegenomen aan hulpgoederen, dus ja, dat kan van alles zijn. Dat kan kleding zijn, maar ook ja, verbanddingen of dat soort dingen. Ik zie echt een glimlach op je gezicht, je hebt er veel plezier in. Ja, ja, ik vind het tof dat iedereen nou gewoon lekker aan de slag is en kijk hoeveel spullen we hebben, man. Dat is wel even kicken, vind ik leuk. Sociale hygiëne, wij zitten met kleine kindjes straks. Dan hebben de billendoekjes er ook nodig. Ben ik nou.
Ja, maar hygiëne ligt allemaal daar. En dat, ja, maar het was toch bij de, zat toch bij de EMB? Ja, maar we hebben wel ja, het ligt bij elkaar. We gaan naar een kamp en daar is eigenlijk heel weinig hulp. En we zijn alles aan het sorteren. En dan gaan we naar morgen proberen alles daar goed en zo veilig mogelijk uit te gaan delen voor iedereen die het daar nodig heeft. Het is overal een probleem eigenlijk. Het is hier een probleem, het is in Turkije een probleem, het is in Syrië een probleem. Het is in Nederland eigenlijk een probleem. Ja, het is overal een probleem. Ik heb geen idee hoe dat opgelost moet worden. We hebben allemaal de beelden van de afgelopen dagen voorbij zien komen in het kamp. Dus ja, heel veel ellende. Welk kamp ga je naartoe? Kamp Moira. Ja, waar op dit moment bijna geen vrijwilligers zijn. Waar ze echt tekort hebben aan eten, water, basisbehoeften. We zijn op kamp Moria, vlakbij. Hier gaan alle vluchtelingen heen, die gaan zich later registreren. En hier kunnen ze ook gewoon allemaal dingetjes kopen. Vodafone staat hier gewoon met voor de prepaid kaartjes, denk ik. En snackerij, eten, drinken, alles kan hier gekocht worden. Ja, wij gaan natuurlijk ook spullen uitdelen straks. Ik denk even ergens anders, want anders krijgen we ruzie met de ondernemers hier. Best wel indrukwekkend. Maar hoofd koel houden en kijken wat we kunnen doen voor die mensen. Emoties niet te veel loslaten, dacht ik. Denk ik. De mensen zijn heel erg blij dat ze hier aankomen, maar die snappen nog niet dat er nu nog een hele erg lange reis begint. Hello. Hello. Yeah, a little bit. We just arrived here, so where should we go? Where should you go? I don't know precisely, but I think you must ask some other people who are also went here. People who are go down, I think. Yeah. Okay, success. I'm still alive, but I'm barely breathing. Just praying to a God that I don't believe in. 'Cause I got time, oh, she got freedom. 'Cause when a heart breaks, no, it don't break even. Her best days will be some of my worst. We zijn echt een van de eerste die hier nu echt gewoon echt dit probleem probeert aan te pakken. En dat is best wel moeilijk. En daarom is het nu ook nog een beetje rommelig. Maar dat komt straks wel op zijn pootjes. What am I supposed to do when the best part of me was always you, man? What am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? I'm falling to pieces, yeah. I'm falling to pieces. Vrijdagavond, toen hoosde het en er stonden hier mensen echt al dagen in de regen, kleine kindertjes met handen die wit waren en helemaal verschrompeld, niet om aan te zien, en voetjes, en die mensen die stonden hier allemaal tegen dat hek gedrukt. Het was echt zielig en al die mensen die waren zo, ja, desperate om naar binnen te komen. Toen heb ik hier gestaan met een van de dames van UNHCR. Ze zei tegen mij, we gaan de hekken straks opengooien. Nou ja, we wisten meteen al wat er ging gebeuren. Die hekken die gingen open. Al die mensen die kwamen naar binnen. Dus die vielen allemaal over elkaar heen. Allemaal kinderen die platgetrapt werden. Dus wij renden erin om die kinderen eruit te trekken. En ik had een kind vast. Maar er zaten zoveel mensen bovenop, ik kreeg dat kind er niet eens uit. En toen kwam de politie met traangas. En toen moest ik dat kind loslaten, want daar kan je niet in blijven staan, dat traangas. En toen ben ik naar de andere kant gerend. En daar kwam ook weer een kind wat helemaal in tranen was, kwam naar me toe rennen. Dan heb ik dat kind opgepakt en toen heb ik samen in die hoek met haar familie 15 minuten zitten huilen. Gewoon om zo'n onnodige misère voor deze mensen. Maar ik hoop dat het een beetje beter geregeld wordt. In ieder geval met het rijensysteem. Doet veel met je. Hè? Het doet veel met de mens. Ik denk dat de vrijwilligers die hier
omdat we tot nu toe met zo weinig geweest zijn, hebben wij zoveel verschrikkelijke dingen gezien. Ik denk dat we allemaal straks hulp nodig hebben als we eenmaal weer thuis zijn. Want ik heb dingen gezien dat ik niet voor mogelijk had gehouden dat ik dat ooit in mijn leven zou hebben gehoord of gezien. Ja, dat in Europa? In Europa, ja. Een paar uurtjes vliegen. Bizar eigenlijk. Wat hoop je mee te geven aan de mensen thuis? Dat het niet alleen het probleem van Griekenland is. Lesbos is een klein eilandje. Ze kunnen niet met al deze shit. Dat kunnen ze niet in hun eentje doen. We moeten als Europa moeten we helpen. En wat ik ook mee wil geven. Kijk, veel mensen in Europa die willen al die mensen niet en die maken zich zorgen over iedereen die er binnenkomt. En dat snap ik ook. Ik zie ook de mensen die binnenkomen. En ik zie ook wel dat we niet plek voor iedereen hebben. We hebben geen banen en huizen en hulp voor iedereen. En er zal ook een groot deel van de mensen zal straks weer teruggaan. Maar dat moeten we straks aan de overheden, dat moeten we aan hun toelaten. Maar er ontbreekt gewoon een stukje menselijkheid met hoe die mensen hier ontvangen worden. Door de politie worden ze ook als honden, moeten ze op de grond in de regen zitten. In de grenzen bij Macedonië worden ze geslagen. En dat is gewoon zo onnodig. Dat moet stoppen. Veel succes nog met je tijd hier. Hoe lang blijf je nog? Weet ik nog niet. Ik moest eigenlijk zondag weg, maar ik blijf. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door